middenveld met uiteraard Thuma en Nielsen, maar ook met Fixel, moet ik het zeggen, Moreno, dus diepste man, Zaghouri en wellicht Ugalde op de flanken, maar niemand om in te lopen. En dan Maurice weer meteen richting Van Zijer dit keer. Van Zijer schermt de bal goed af. En dan prima de straat in voor Thuma. Oh, knappe voorbereiding van Van Zijer. Tweede grote kans voor Union. Thuma, Van Zijer gaat hier strappen. Van Zijer, keihard binnengetrapt in de korte hoek. Dante Van Zijer zonder aarzelen binnen. En Union op voorsprong net na die kans van Fixel is het raak bij de derde goede mogelijkheid in de wedstrijd. Opent de score hier opnieuw goed gelopen van Zijer. En dan hard. Of wordt het Sebastian Brebels? Zaghouri wordt het niet, dat is nu wel al duidelijk. Kies laat en dus Brebels. Wat een knappe goal! Fantastisch doelpunt van Sebastian Brebels. De gelijkmaker, prachtig binnengetrapt. Aan de grond genageld, geen beweging bij de doelman. Dit zag je niet aankomen. Heel mooi de ver bovenhoek in. Brebels, die zoekt de combinatie met Moreno. Moreno, richting doel. Moreno duikt de 16 in en kijk eens, harde trap en een geweldige reflex van Maurice. Corner voor Kevin Kies, laag dit keer, Brebels, de hoek is scherp. En dan handspel. Raakt Labo die bal met de hand. Toch nog eens kijken. Labo gaat er naartoe en maakt dan een onnatuurlijke beweging. En dan kan je niet anders. Nieuwe penalty goal. Hij mist zelden of nooit. Vorig seizoen was het 6 keer raak voor Hendricks van op de stip. En nu kan hij zijn tweede van het seizoen aantekenen. Hendricks binnen. En Lommel op voorsprong. Op slag van rust staat het 1-2 voor. Strafschopdoelpunt van deze Jonathan Hendricks. Kijk eens naar de glimlach. Er komt niks meer bij in die eerste helft. Maurice ging de goede kant uit, maar dit was... Labo, Labo knap voorbij, Lemoine. Ze zijn met z'n drieën, 3-2. Labo met Fixel in het centrum, maar het gaat naar Van Zijer. Van Zijer voor zijn tweede! Jawel! De tweede van vanmiddag, Dante Van Zijer. 5 minuten gespeeld in de tweede helft. En het staat alweer gelijk. Dante Van Zijer. Snelle start van Union in die tweede helft. Gretig. En Bager. Fixel. Met links richting Lapoussin. De aanname is goed. En dan plaatsen de goal! Loïc Lapoussin met de 3-2. Prachtig doelpunt. Schitterende goal van Lapoussin. En Union weer op voorsprong. En zo gaat het hier van 1-2 opnieuw naar 3-2. Loïc Lapoussin. Namiddag. Hier doet hij teken. Wil hij absolute ballen hebben, krijgt hij op van Fixel. En plaatst die dan schitterend in de verre bovenhoek. Lapoussin met de 3-2. Met onder meer een Cejas en een Kadiri. Van Zijer, Fixel. Fixel gaat neer en penalty. Boterberg wijst naar de stip. Het ook aan de blik van Svetkauskas. Hij raakt geen bal. Van Zijer tikt tot bij Fixel. Die raakt de bal. Het seizoen miste alles een penalty eerder dit seizoen. Was dat tegen Deinze, ik geloof het. Thuma voor de 4-2. En jawel. Teddy Thuma. En wat scoort dit Union vlot in de tweede helft.
met binnenkant links. Kort genomen hoekschop, Nielsen. Fixel. Bal is nog niet weg, Burgess. Undaf. Met zijn eerste balcontact. Ja, dat was erg mooi geweest. Het duurde lang, strandde uiteindelijk op de dwarsligger hier, Undaf. En dan is die bal erg lang onderweg. Maar vooral iemand die er continu voor gaat, erg offensieve flankspeler. Nielsen met de vrije trap, laag via de muur. En dan houdt Svetkauskas die bal nog uit toe. Met de voet. Teuma, maar er is al gefloten. Boterberg kijkt naar de klok en ziet dat 93 minuten om zijn. Union wint na die eerste nederlaag van het seizoen in Molenbeek vorige week.